dan blijven we nog even bij het warme weer van vandaag. Want die 27 graden zorgden er natuurlijk ook voor dat de ijssalons weer goede zaken deden. Ook in het Nijmeegse Lindeholt liep het terras al snel vol bij een populaire zaak die hier net zijn deuren heeft geopend. Het is vandaag zomers warm en dat betekent drukte bij de ijssalons. Populaire ijsketen Klevers zit nu ook in Nijmegen en dat lijkt als een schot in de roos. De hoorntjes, bakjes en zelfs heuse ijscreaties vliegen over de toonbank. Maar hoeveel van deze ijsjes worden er nou per dag verkocht? Dit is natuurlijk een opstartende zaak, maar ik denk voor deze vestiging denk 1500 of 2000 bollen ijs zal wel doorgeschept gaan worden op een dag. Maar voor deze salon mogen we echt niet klagen met zo'n begin eigenlijk en zo'n mooi weer wat het nu is, dat we toch wel tandjes erbij moeten zetten. Naast het mooie weer werkt het ook nog eens mee dat het voor veel kids meivakantie is. Je merkt natuurlijk nu dat de vakanties zijn begonnen en dat de papa's en mama's met de kinderen toch iets een leuk momentje van de dag willen creëren, dus toch een ijsje komen halen, een horentje of een bekertje. Dus nu is het echt heel lekker weer, dus dan moet je zorgen dat je alles voorbereid hebt. Alles klaar staat voor de dag door te komen, zou ik maar eventjes zeggen. Voor zo'n zomerse dag worden veel voorbereidingen getroffen. Lommer legt uit dat er genoeg fruit moet zijn, bijvoorbeeld verse aardbeien en banaantjes. Eigenlijk moet alles zo goed als aangevuld zijn en klaar zijn voor de dag die komen gaat. Zeker de populaire smaken. Ik denk toch wel Dolvito-ijs, roomijs met stukjes chocola en frambozensaus. Is wel heel erg populair. En de wat fruitsmaken, dus denk aan citroen, mango, aardbei. Dat is echt wat fruitig door het zonnige weer eigenlijk. Wat ik een lekkere combinatie is yoghurt bosvruchten met citroen. Zeker als het zo lekker weer is. Maar hou je meer van de chocolade- en nootachtige smaken, dan is karamel bijvoorbeeld. Of koekjesijs doet het ook altijd heel goed. Of hazelnoot. Tijd om zelf ook even te genieten van een lekker ijsje. Dankjewel.